Goedemiddag. U kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er liggen nog dikke wolken boven Nederland en daaruit valt gunstige regen, maar die neerslag trekt vanavond langzaam naar het oosten weg. In het zuidoosten van het land blijft het het langs nat, in het noordwesten klaart het de eerste op. Vanavond liggen de temperaturen rond 7 graden, in de nacht daalt het kwik verder tot de graad of 4. Het blijft tamelijk bewolkt en het zuidoosten van het land is nog altijd gevoelig voor wat lichte neerslag. En dat blijft morgen ook overdag het geval met in het zuidoosten bewolking en wat lichte regen of motregen in de loop van de dag in het westen misschien een klein beetje zon. In het algemeen blijft het bewolkt. Het is een graad of 10 en er waait een matige noordelijke wind. Dan gaan we naar zondag en dan is er duidelijk meer ruimte voor de zon in het noordwesten. In het zuiden en oosten blijft bewolking toch aanwezig. En vooral in het zuiden kan ook wat lichte neerslag vallen. Het wordt dan 12 graden. De dagen daarna weinig verandering van temperatuur. Het is licht wisselvallig met soms een buitje, maar ook af en toe zon. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.